dat de club leeft. Het is geweldig dat er zoveel mensen naar de nieuwjaarsreceptie komen. Dus daar zijn we trots op. Ja, het ziet nogmaals dat de club leeft. We hebben een aantal dieptepunten gehad met als grootste dieptepunt natuurlijk onze degradatie. Maar denk ook aan corona. Denk ook aan eigenlijk de versteviging van ons stadion, waardoor we dus niet met alle supporters in ons stadion konden spelen. Dus we hebben nogal wat voor de kiezer gehad, ja. We staan nog steeds op plek 2 op dit moment. Maar die geeft aan het eind recht op promotie. Maar uiteindelijk bekijken wij het echt van wedstrijd tot wedstrijd. En pas als we niet met de achterhalen zijn, dan zal het feest hier losbarsten. Datgene wat ook nodig is en wat aangestuurd door onze performance coach, medische staf. Ik denk dat daar op indrukwekkende wijze echt een... En dan sluiten wij ook daarmee af. Dit tafelgesprek. Nou, allereerst de missie promotie. Dat is onze belangrijkste doelstelling die we hebben. Verder zijn we aan het kijken. De businessruimte die wordt een klein stukje verbouwd. En we zijn met ON en de gemeente Almelo in gesprek. Om te zorgen ook dat wij een trainingsaccommodatie gaan krijgen. Dus dat we alvast, zoals wij het noemen, fase 1. Dat we een trainingsveld tot onze beschikking krijgen, wedstrijdtrainingsveld, natuurgras. Om onze missie promotie te bewerkstelligen. En als dat lukt, dan spelen we volgend jaar weer op het niveau waar wij vinden dat we thuis horen, Eredivisie. En als je bij de Eredivisie kijkt, dan spelen veel clubs op natuurgras. Dus dan vinden wij het gepast om ook een goed trainingsveld te hebben, natuurgras. Als we elke wedstrijd winnen, dan aan het eind is die missie promotie is behaald. We worden ook constant gesteund door een vol uitvak. Ja, en als we thuis kijken, dan hebben we een nieuw record neergezet qua verkoop aantal seizoenkaarten. Dus we zijn door de 7500 heen. Ja, dat geeft een goed gevoel en dat geeft aan dat de club leeft nogmaals.